UNICEF helpt om de mentale gezondheid in Nigeria te verbeteren. De organisatie heeft zaterdag in verband met de maand voor mentale gezondheid samen met het telecommunicatiebedrijf Telesuur een beurs voor de mentale gezondheid georganiseerd om de bewustwording in het gebied te vergroten. Javier Cordoba, programmanager van UNICEF Suriname, meent dat het belangrijk is om de stigma rond mentale welzijn weg te werken. Yes, UNICEF is supporting the District Commissariat, the Ministry of Health, and also the Ministry of Labor and Youth and other institutions in the District of Nikeri into putting in place a mental health program to support children and young people in the district. Mainly has four pillars. One is focused on parenting. We have a parenting program to support the moms and dads at home with children and young people. The other one is focused on system strengthening. We are supporting the healthcare providers, the frontline workers, you know, with different trainings. We also have one component that is more focused on children and youth skills, supporting them to develop their skills to thrive in life. And finally, and most importantly, and that's the reason why we are here today, is raising awareness. It's extremely important to eliminate stigma. Op de beurs hadden bezoekers de mogelijkheid om psychologen te spreken. De nieuwsdienst sprak enkele bezoekers. Ik heb een beetje gezien wat UNICEF mee bezig is, in combinatie met het commissariaat. En ik vind het een prachtig idee. Het moet verder uitgewerkt worden. We willen meer mensen hebben, meer stands. En dan hebben we een geweldig concept voor Nikeri erbij. In dit geval voor Suriname vind ik het wel een goed idee dat ze daarop zijn gekomen om dat in ieder geval de trainingen te geven. En in ieder geval om de mensen een beetje bewust te maken van hoe om te gaan met jezelf. Want daar gaat het in principe om. Wij als mensen moeten bewust ook niet alleen bewust zijn van onze lichamelijke gezondheid, maar ook van onze mentale gezondheid. Heel veel mensen eigenlijk lijden aan depressie. Er wordt niet over gepraat. Omdat het nog een beetje taboe is, merk je. En je merkt het ook aan de vele zelfmoordpogingen, maar ook de zelfmoorden die je dagelijks eigenlijk leest of hoort in de media. Dus het is echt goed dat daar aandacht aan besteed wordt, zodat het vanaf een jonge leeftijd eigenlijk kan worden ingedampt. Het publiek mocht ook meedoen met een dansworkshop en andere activiteiten voor ontspanning.